Hoi, het is super leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikking. Ik ben Carlijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En vandaag gaan we aan de slag met deze toffe frames. Bij deze heb ik de lampjes al even aangedaan, al staat hij heel veel dicht op mij. Dus ik weet niet of jullie het heel goed kunnen zien. Maar daar gaan we vandaag mee aan de slag. Je kan dus een grote of een kleine versie maken of natuurlijk allebei, wat je zelf leuk vindt. En ja, iets leuks alweer voor kerst. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Het abonneren op dit kanaal is helemaal gratis. Dan blijf je op de hoogte van alle leuke video's die ik maak. En er komen heel veel leuke video's aan. Ook ja, met leuke frames voor kerst en dat soort dingen. Dus als je niks wil missen, druk dan eventjes op die abonneerknop. Goed, ik zou zeggen, heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. En dan gaan we beginnen. Bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het complete pakket kan bestellen. Of ga naar www.uwonlinebloemist.nl. Dat vind je het onder op je cursuspakketten. Voor de pakketten geldt op is op. Je kan de gewenste datum aangeven. Dus zeg je van ik wil hem later ontvangen. Dan kan je dat gewoon aangeven. Wil je hem later ontvangen, maar weet je nog niet wanneer je hem dan graag wil ontvangen. Dan kan je dat eventueel ook bijzetten. Dan kan dat in overleg natuurlijk altijd. Dat gezegd hebben, gaan we gauw aan de slag. Zoals ik al zei, zitten er lampjes in. Je kan het licht zien als ik hem hier aanzet. Ik zal het licht even uitdoen. Dan kun je precies zien wat voor leuke sfeer dat geeft. Kijk, echt super gezellig. Daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. Heel leuk op een kast. Goed, ik doe het licht weer aan en dan kunnen we beginnen. En deze frames kan je eigenlijk naar wens decoreren, maken, dit bloemstuk. Ik heb hier mooie herfstmaterialen. Of hele mooie kerstmaterialen. Ja, het is misschien nog een beetje vroeg. Ik zit er nog niet helemaal in. Maar als ik dit zo ruik, echt heerlijk. Ik kan voor mij niet vroeg genoeg. Dus daar gaan we mee aan de slag. Je kan hem eigenlijk op heel verschillende manieren opmaken. Wat we gaan doen is vooral bij groot is dat heel mooi. Je kan een grote versie, je kan een kleine versie bestellen. Ik heb een mooie amaryllis bol. Dat vind ik wel heel tof om die onder op te doen. Als je dan mooi gaat bloeien, dan ja, geeft dat ook weer een mooie bloem in het stuk. Dus die gaan we straks hieronder op bevestigen. En bovenaan kan je eigenlijk naar wens helemaal zelf decoreren. Dus als je thuis leuke kerstballetjes hebt of wat dan ook, kan je die gebruiken. Ik voeg ook in alle toe. Kijk, dit is ook heel leuk. En dan kan je natuurlijk naar elke kleur kan je dat maken als je het van neutrale houdt. Dus dit is ook echt heel leuk. Maar je kan er ook een mooie aparte kerstbal in hangen. Is ook heel tof. Dit is echt heel leuk. Kijk dan met een uiltje erin. Ik hoop dat jullie het goed kunnen zien. Maar het kerstgroen mag natuurlijk niet ontbreken. We gaan ook een mooie toef maken die we eraan gaan hangen. Dus ik zal zeggen, laten we gauw gaan beginnen. Hè? Ik heb allemaal materiaal die mooi indrogen. Dus dat je er eigenlijk ook de hele kerst mooi van kan genieten. Allereerst knip ik eventjes wat kerstgroen. En daar maak ik een mooie toef van. Afhankelijk van of je de grote of kleine maakt, kijk je eventjes hoe groot je jouw toef wil. Wil je hem onderop? Wil je hem graag in het midden? Daarin kan je eigen keuze maken. Je begint allereerst bij één tak die jouw lengte bepaalt van jouw toef waar je hem ook wil hebben. Ik vind het mooi om een beetje onderaan te doen, zodat je hier eventueel wat in kan hangen aan balletjes. Dat vind ik altijd wel leuk. Je kan er eventueel ook even kiezen om de bovenkant erbij te decoreren. Goed, ik vind deze lengte zo mooi. Om het zo te doen. En dan komt straks die amaryllisbol er nog onder. Dan weten we dat we deze lengte kunnen aanhouden. En daar gaan we dus verder op decoreren. Ik leg eigenlijk de toef eventjes klaar, zodat ik weet hoe ik hem ongeveer wil hebben. En dan ga ik hem binden. Mooi tak eucalyptus. De bovenkant van de steeltjes maak ik vrij, want daar maken we het straks mee vast. Kruid. En dan legt er nog wat kerstgroen op. En dan pak ik hem bij elkaar.
En dan zie je dat ik een mooi compact toef heb gemaakt. Dan zag je even dat het blad en de steeltjes aan deze kant eraf zijn. En daar maak ik hem vast met een ijzerdraadje. Maak even een goede wikkeling. Dat alles stevig vast zit. Kijk eens. Nou, en dan ga ik nog even kijken of ik hem echt mooi vind. Kijk, ja, ik vind hem prachtig. Kijk, je zou hem even bovenaan kunnen doen. Dat is ook heel erg leuk. Dat je echt de binnenkant van die ster decoreert. Dus net wat je zelf leuker vindt. Je kan er eigenlijk alle kanten mee op met dit leuke frame. Je kan hem ook hier onderop doen. Dat is hoe ik het nu eventjes ga doen. En wat je dan gaat doen is even met een ijzerdraadje de toef vastmaken aan het frame. Dan werk je ook gelijk het lampje weg. Dus zie je die ook gelijk niet meer. Ik wikkel hem gewoon om het steeltje en om het frame. Trek hem even goed aan. En het ijzerdraadje werk je aan de achterkant weg. Oh, dit ruikt helemaal naar kerst. Echt, ik krijg er helemaal zo'n zweertje van. Nou, echt heel erg leuk zoals je kan zien. Zoals ik al zei, wel graag de amaryllis bol eronder. Dit doe ik als volgt. Ik pak touw, dat wikkel ik er mooi omheen. Krijg je gelijk dezelfde sfeer als aan de bovenkant. Dus dan maak je het één geheel. En daarmee bevestig ik hem uiteindelijk aan de pilaar vast. Gebruik ervoor jute touw. Wat eventueel ook heel erg leuk is, is om de kraaltjes of andere decoratie aan op te doen. Maar ik zorg dat hij vandaag heel mooi neutraal is opgemaakt. Nou, dan kan je helemaal jezelf je eigen stijl ingeven. Eventueel glitter is ook geweldig. Zoals je ziet heb ik hem mooi omwikkeld. Mooi in dezelfde stijl. En daarmee bevestig ik het touw rondom het frame. Ik wil niet het kerstgroen meewikkelen, dus ik doe het er eventjes voor en dan doe ik hem straks weer wat meer achter. En ik wil dat het juist los van elkaar blijft, zodat het niet heel stijf aan elkaar vast zit. Zodat je hem stevig vast hebt gemaakt voor als hij gaat bloeien en dus iets meer gewicht krijgt. Je kan het natuurlijk ook zonder de amaryllisbol maken. Ik vind het wel leuk als er dan straks een bloem in komt. Nou, en dat kan je het kerstgroen weer wat meer naar achter doen. Kijk hoe leuk. Op deze manier heel robuust. Prachtig. Nou, en dan kan je eigenlijk de rest decoreren zoals je zelf wil. Zowel de bovenkant als de toef. Eigenlijk alles. En dat kan je gewoon doen bijvoorbeeld met lijm. Heel erg leuk. Dit is ook mooi, hele leuke dennenappeltjes. Zoals ik al zei, kan je er eventueel van alles in hangen. Wat ook leuk is, is om de ster te wikkelen. Maar ik vind hem ook heel mooi om ze open te laten. Omdat hij ook die lampjes heeft. Maar je kan bijvoorbeeld ook de ster in het jute helemaal wikkelen. Wat iets drukker. Maar ook heel erg leuk. Heb je er ook weer allerlei mogelijkheden om er wat op te hangen. Ik ga het toch even laten zien, want ik vind het wel echt een heel leuk zweetje geven. Nou, je kan eventueel ook bovenaan nog een toef doen.
ga lekker creatief mee aan de slag. Heel leuk om dit bijvoorbeeld ook met vriendinnen te doen. Omdat iedereen dan echt een heel apart en ander stuk kan maken. Omdat je eigenlijk alle kanten met het frame op kunt. Dan wikkel je gewoon het touw eromheen zoals jij dat leuk vindt. Nu kan je er ook weer van alles in het midden in hangen. Hè? Ook heel leuk. Kijk dan. Ik vind het sobere, wat zoals nu het is, vind ik ook heel mooi. Dan wil ik altijd toch wel even het ijzerdraad wegwerken. Ik werk dit allemaal af met wat mooie natuurlijke materialen. Je zou hem eventueel nu ook op deze manier een beetje in de winterse sfeer kunnen opmaken. En op het moment dat het echt kerst is, voeg je dan wat extra kerstballen, et cetera, toe. Als je van mooie natuurlijke materialen houdt, is dit natuurlijk ook heel erg passend. Ik zal de materialen los toevoegen in onze webshop, zoals de Amaryllis Bowl. Ook het frame en het kerstgroen, zodat je zelf kan bepalen hoe je hem kan opmaken. Omdat er natuurlijk zoveel manieren zijn om het op te maken. Hè? Daarnaast zullen de komende tijd ook steeds meer decoratiedingetjes aan kerst toegevoegd worden. Het is natuurlijk nog geen kerst, dus het is echt een begin. Leuk om hierbij onderaan te hangen. Nee, ga gewoon lekker creatief aan de slag. Zoals je ziet heb ik een heel leuk voorbeeld gegeven. Heel veel leuke ideeën om hiermee aan de slag te gaan. Ik vind hem zo trouwens echt prachtig. Geweldig. Ja, en hetzelfde geldt eigenlijk voor deze. Wat ook heel erg leuk is, is om er bijvoorbeeld eentje op te maken. En die andere simpel te houden door bijvoorbeeld dezelfde ster in het midden te hangen. En dan op deze manier als setje bij elkaar te zetten. Ja, ook heel erg leuk. Of juist de ene gevuld op te maken en deze er los open voor te zetten. Ja, heb je gewoon echt een hele leuke set. Even van dichterbij nog even laten zien. Ja, het is gewoon prachtig. Het is gewoon echt een heel leuk origineel frame en je kan hem op heel verschillende manieren opmaken. Ik hoop dat ik jullie weer wat inspiratie heb kunnen geven. Vond je het een leuke video? Doe een duimpje omhoog. Ik zal zorgen dat de frames en de materialen in de webshop komen. Dat je hem eventueel ook als compleet pakket kan bestellen. Het decoreren is natuurlijk heel persoonlijk. Net welke kleur je in huis hebt. Dus dat kan je zelf je eigenlijk naar wens helemaal doen. Daarnaast wordt de webshop elke keer weer verder gevuld met mooie kerstmaterialen. Dus houd het ook vooral in de gaten. En ik hoop dat jullie het weer leuk vonden. Vond je het leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer gratis op het kanaal. Dan blijf je op de hoogte voor alle leuke video's die ik maak. En alle leuke kerstvideo's. Ik kom al helemaal in de sfeer. Ik heb er zin in. En dan wil ik jullie bedanken voor het kijken. En zien we de volgende keer weer.